Ditmaal bespreek ik het kruis van Kaizenac deel 1: De Code. Het verhaal begint in oktober 1914. De Eerste Wereldoorlog is net enkele maanden eerder begonnen. De Franse Henri Cazenac, een geografisch ingenieur, wordt in het begin van het verhaal doodgeschoten. Hij heeft een Franse spion betrapt op het doorspelen van belangrijke informatie aan de Duitsers. In een terugblik zien we Harrys familie en ontmoeten we Harrys jongere broer Etienne, de hoofdpersoon van het verhaal. Etienne wil priester worden. Dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Harry wordt kapitein in het leger. Wanneer Harry wordt doodgeschoten zijn we aangekomen op het moment waar het verhaal begint. De familie Kazenak krijgt het kruis wat Harry altijd bij zich droeg. Teruggestuurd met de mededeling dat hij gesneuveld is. Etienne besluit ook in dienst te gaan. Als hij een geheime boodschap in het kruis van Henri vindt, is dat een aanwijzing om erachter te komen wie hem vermoord heeft. Het verhaal is één grote speurtocht naar de moordenaar van Henri Kazanak. Maar het is ook nog oorlog, wat ook niet echt meehelpt bij het oplossen van het raadsel. Boiserie en Stalner hebben een spannend verhaal weten neer te zetten met uitstekend tekenwerk.